Goedenavond. Hartelijk welkom in deze Zoom-meeting. Welkom vanuit het studio van het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. En fijn dat u er allemaal bent. Deze webinar die speciaal bedoeld is voor de coördinatoren van de huis-in-huis-collecte die we ook dit jaar weer met elkaar willen houden. Fijn dat u er allemaal bent. Er zullen misschien nog wel mensen binnenkomen. Dat is prima. Hartelijk welkom. Ik ga een paar dingen, omdat het een Zoom-meeting is, een paar spelregels even uitleggen. Zodat iedereen weet hoe we dat met elkaar zo goed mogelijk gaan beleven. Als het goed is, is het geluid allemaal uit. Dus als u kijkt op uw scherm, dan ziet u dat de microfoon uitstaat. Als u wilt reageren op de dingen die hier gezegd worden aan tafel, u hebt een vraag, dan kan dat in de chat. En de chat kunt u zelf vinden onderaan in de balk. Hier staat, als het goed is, in de Zoom-meeting chat of anders de stippeltjes met meer. En dan ziet u daar ook de chatmogelijkheid. En dan kunt u daar uw vragen in kwijt. En die zullen we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Want eigenlijk is de doelstelling van deze webinar wel dat alle vragen die u hebt ook gesteld kunnen worden. En we zullen proberen zoveel mogelijk van die vragen ook te beantwoorden. Ik ga even de mensen voorstellen die hier deze webinar verzorgen. Naast mij zit Aukje. Aukje is zeg maar chef de équipe van de huis-in-huis collecte. En ja, als u mails ontvangen hebt of andere zaken, dan het is ondertekend Aukje, is dit dus Aukje. Naast mij zit Daan Verbaan. Verantwoordelijk voor het werk, voor het buitenlands werk. En in die zin ook verantwoordelijk voor alle hulp die gegeven wordt, de noodhulp aan Oekraïne. En daarvan gaan we zo meteen ook meer horen en zien. Fijn dat je er bent, Daan. Dankjewel. Collega Tineke van Communicatie. Zij zal vooral in de gaten houden of de chat ook inderdaad ingevuld wat de vragen zijn en die met ons delen. Fijn, Tineke, dat jij hier ook bent. Met z'n vieren proberen er wat van te maken deze keer. En we hopen dat het een boeiende uitzending wordt. Ik wil graag met u allen het programma doornemen. Wat gaan we nu zo onderhand doen met elkaar? Probeer zo meteen wat uit te leggen van wat zijn nou de achtergronden van de huis-in-huis-collecte. Waar is het vandaan gekomen? Hoe werkt dat nou ook alweer? We gaan met u doornemen het collectedoel voor dit keer. Misschien hebt u het al begrepen. Oekraïne, uiteraard. Maar we zullen er ook van meer van horen en zien. En Daan zal een aantal vragen hierbij beantwoorden. Een heel belangrijke tool voor de huis-in-huis-collecte is collectekracht. Daar zal Aukje van alles over uitleggen. En kunt u met uw vragen terecht. Ja, en dan, als het goed is, zitten we al bijna aan het eind van dit uur wat we hiervoor gepland hebben. Dus en ik hoop dat we inderdaad hiervan zeggen na afloop van, oh, dat was goed dat we dit met elkaar beleefd hebben. En ik wil het nog eens een keer nazien, want dat kan ook nog. Alle vragen kunnen dus gesteld worden. En maakt u daar vooral gebruik van via, zogezegd, de chat. Ja, in deze dagen, de afgelopen periode, bent u gevraagd om coördinator te willen zijn. Daar hebt u ja op gezegd. En daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. En ik denk, en ik mag denk wel zeker weten, de mensen in Oekraïne zullen daar ook heel blij mee zijn dat u daar ja op gezegd hebt. Wellicht is er ook wel een reden geweest waarom u dat gedaan hebt. Waarom die vraag die gesteld werd van zou je coördinator willen zijn voor de huis-in-huis. Dat u daar zelf ook wel een goede reden voor hebt. En dat is altijd goed om even over na te denken. Wat was nou de eigenlijke reden waarom ik ja gezegd heb? De eerdere jaren hiervoor, en degenen die al wat vaker meegedraaid hebben, die weten dat. De eerdere jaren hiervoor hebben we voor Griekenland gecollecteerd. Kinderen in Griekenland. Dit jaar is het Oekraïne. Dat voor het eerst. Maar voordat we daarop verder gaan en ik nog even uitleg over de werkwijze, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar u die nou aanwezig bent. Wie is hier eigenlijk voor het eerst aanwezig als coördinator? Zou u de chat maar eens even willen testen en daarin willen vermelden van nou, ik ben hier voor het eerst. Hè? Wat wil het even aangeven als u hier als u voor het eerst dit jaar meedoet als coördinator. En Tineke die houdt dat allemaal wel bij en ziet dat vanzelf wellicht wel binnenkomen. Ja, ze komen binnen, Tineke.
De eerste zie ik binnenkomen, ja. Kijk aan, ja. Dat is mooi. Nou, dan horen we zo meteen wel even, als ik wat meer uitgelegd heb over de werkwijze, hoeveel er nou van de groep die 70 aanmeldingen die we hebben meegekregen? 70, kijk aan, dat is mooi. Nou, hoeveel er hier nieuw zijn? Vorige week hadden we een coördinatorendag hier op het Landelijk Dienstencentrum. En dienstorganisatie, ik moet even het juiste woord gebruiken. En toen waren we met 50 mensen. En dat was ook een bijzonder mooi moment eigenlijk om met elkaar alle ins en outs rondom de huis-in-huis-collecte door te nemen. Nou, met de 70 van vandaag komen we al een heel eind op weg van de bijna 600 coördinatoren die we nu zo onderhand weten en die straks allemaal dit gaan doen in de woonplaatsen, postcodegebieden waar u verantwoordelijk voor bent. Even terug naar hoe is dat nou allemaal gelopen eigenlijk? De huis-in-huis-collecte is iets waar we eigenlijk al een heel jaar mee bezig zijn. Ook al is het 1 week in het jaar en we zijn blij dat we die kans hebben, samen met veel andere goede doelen. Die ene week hebben we dan toch nog maar in november. Maar daar werken we een jaar aan voordat het zover is en het ook echt werkelijk uitgevoerd kan worden. He, want als de collecteweek dat is in november, dan daarna zijn we druk met, en u ook natuurlijk, met het verzamelen van de inkomsten, met het rapporteren daarvan. En zo'n beetje eind januari weten we wel zo'n beetje wat de totale collecte opgebracht heeft. Maar gelijktijdig beginnen we dan alweer aan de nieuwe cyclus. En dat betekent, wat hebben we geleerd? Wat kan er beter? Welk doel gaan we voor dit jaar hiervoor inzetten? Dan wordt er gebeld. En u bent waarschijnlijk gebeld door onze partner Kristal Teleservice. En die heeft u gevraagd of u coördinator wil worden. Maar die vragen ook of mensen collectant willen worden. En zo wordt er een heel jaar lang gewerkt, de hele zomer door, het zoeken naar coördinatoren. Inmiddels is het oktober en is het bellen naar coördinatoren wel zo'n beetje voorbij. En dan begint eigenlijk het hele verhaal weer opnieuw. U krijgt de materialen toegestuurd en wij proberen zoveel mogelijk u op de hoogte te houden van de gang van zaken. Nou, dat is een heel proces om dat in leven om dat overeind te houden en dat werkt goed. En dat kan niet anders dan dat u erbij bent en dat u meedoet. En daar zijn we ontzettend blij mee. We gaan maar eens kijken naar het collectedoel voor dit jaar. Het is Oekraïne. We zoeken daarbij altijd naar de actualiteit. Want huis en huis is toch huis en huis bij alle adressen die u in uw regio hebt, in uw postcodegebied. En niet iedereen zal misschien meteen voor Kerk in Actie willen geven, maar voor het doel daarachter soms veel eerder. En zodoende waren dat eerst kinderen in Griekenland. En nu is het doel om kinderen te helpen in de moeilijke situatie die er in Oekraïne is. Afgelopen juni hebben wij de partner in Oekraïne gevraagd om voor ons opnames te maken met de betreffende kinderen. En uit die opnames die hier naartoe gestuurd zijn, is een filmpje gemaakt. En die willen we u graag laten zien. Це коли ми гралися там, вони приїхали на своєму джипі і вони націлились на нас на автоматом і сказали, щоб ми всі стали на коліна. Якщо ракети летіли, ми не пішли до садик, якщо ракети летіли. Якщо чуєш сирену, треба перше правило двох стін. Надо не за одну стіну, а за вторую, щоб ракета влетіла в першу, а тебе не зачепила. А якщо обстріл буде на вулиці, то треба знайти глибоке місце, накритися руками голову і відкрити рота, щоб тут уші не. Тисячу дітей залишили свої домівки, залишили свої улюблені іграшки, залишили свій одяг, залишили все. У дітей завжди посміхаються очі. А зараз наші діти не посміхаються.
Ну, війна страшенно впливає на дітей. Тобто діти бояться, діти стресують, діти бачать дядь, тьоть в формі, звуки, які їм невідомі, вони не знають, що це. Нам вдалося облаштувати дитячий майданчик, дитячий простір, де приходять дітки з інвалідністю, діти, які постраждали від військових дій. Щодня тут відбуваються активності, психосоціальна допомога. Щось таке своє, своє тепле, своє безпечне. Люба, Святий Миколай, мені не треба ніяких іграшок і солодощів. Я попрошу в тебе самого головного. Зроби так, щоб зима була тепла, щоб не мерзли наші воїни. Зроби, щоб лунав дзвінок у школі, щоб звав усіх дітей він на урок. Я сам не знав, що так люблю я школу і вчитися. Не забудь про всіх у цьому році. Прошу хоч, щоб по шоколадці для кожного. А головне моє бажання, я дуже хочу жити без війни. З усією повагою, Федерика Єгор. Met jouw steun kunnen kerken in Oekraïne gezinnen onderdak, voedsel en psychische hulp geven. En krijgen kinderen als Yehor, Arina, Dennis en Slata een veilige plek om te spelen. Ja. Ik zie het filmpje nu voor de derde keer, Daan. En dat blijft een aangrijpende samenstel van beelden eigenlijk, als ik er zo naar kijk. En wat doet dat nou met jou eigenlijk als je die beelden ziet? Ja, dan moet ik heel erg denken aan de reis die ik afgelopen juni maakte, toen ik in Oekraïne was. 2,5 weken heb ik daar rondgereisd. En dan moet ik denken aan de kerk in Kropyvnytskyi, waar inderdaad kinderen in de kerk bij elkaar kwamen voor gesprekken over steun bij het verwerken van hun trauma's. Maar ook de plek waar ze voedsel kregen. Een gebouwtje naast die kerk. En op datzelfde terrein ook een plek om te spelen. Mm. En dan zie je dat al die kinderen eigenlijk ja, op hun manier trauma's hebben opgelopen. En ja, dat er vanuit de kerk heel veel hulp, goede hulp geboden wordt om hun daarmee te leren omgaan. En niet alleen zij, maar ook hun ouders. Hè? Moeders vaak, meestal ja. Moeders. Ja. Soms vaders, maar meestal moeders die gevlucht zijn. Dus het is zeer belangrijk om deze hulp te blijven geven. Maar het is intensief en heftig. En ook moet ik dan denken aan de collega's die deze filmpjes gemaakt hebben. Hè? Die dus deze mooie beelden hebben geschoten, de gesprekken hebben gevoerd. En ver in juni was dat voor hun ook heel aangrijpend om daarover te vertellen. Ja. Want ik heb met de collega's die opnames gemaakt hebben ook na afloop gesproken. En ja, ook hun laat het niet onberoerd. Ook na 1,5 jaar oorlog niet. Dus nee. Dat is, ja. Je hebt dus nog regelmatig contact met de mensen daar. Ja, ik heb eigenlijk elke dag contact met de mensen in Oekraïne. En dat betekent of per mail of per WhatsApp. Ja. Regelmatig, diverse keren per week online. Dat kan tegenwoordig heel gemakkelijk. Hè. Alle verbindingen met Oekraïne zijn heel goed eigenlijk. Okay. Dus op het moment dat je een relatie hebt met de verschillende organisaties en kerken, dan kan je die goed onderhouden via Zoom, via Google Meet. En dat is heel belangrijk, want het is heel belangrijk om elkaar af en toe te zien, maar je kan het op deze manier ook goed onderhouden. Ja. En horen hoe de situatie ter plekke is, want die verandert natuurlijk regelmatig. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor een lokaal camerateam eenvoudig is om de verhalen van deze kinderen gefilmd te krijgen dan dat wij dat zouden doen. Ja, dat is ook heel goed dat we dat zo gedaan hebben. Ja. Dat was wel dat is ook wel een beetje een waagstuk, een experiment van hoe gaat dat. Ja. Dus ik herinner mij nog goed hoe wij daar eigenlijk, nou samen ook met Tineke en met een aantal collega's daar, online een paar keer afspraken hebben gemaakt. Wat willen wij nou eigenlijk met zo'n filmpje? Ja. En hoe ga je op zo'n goede manier die beelden maken? En het moet ook een verhaal zijn wat in Nederland tot de verbeelding spreekt. Hè? Dus, en ik vind dat ze daar bijzonder goed in geslaagd zijn. Ja. En ook onderweg, hè, zelfs met hun nog overleg gehad van oké, wat zie je daar, wat kan je beter wel en niet filmen en naar voren brengen. Dus was een goed experiment en dat heeft goed uitgepakt. Nou, ja, dat te zien aan dit filmpje. Ja. Dat we hoorden vorige week ook op de
coördinatoren dacht, toen hebben we dit filmpje ook zo laten zien. En toen merkte ik ook dat het heel veel indruk maakte. Deze echte verhalen van echte kinderen die in die situatie zitten waar wij ons eigenlijk nauwelijks of niks bij kunnen voorstellen. Nee, nee. Hoe gaan mensen nou daar met die situatie om, nu de oorlog al zo lang duurt? Ja, kijk, ik zei net, veel mensen zijn getraumatiseerd. Hè? Iedereen is getraumatiseerd. Ik moest net eventjes denken aan het was ergens een zin in dat filmpje, hè, over kinderen die niet meer lachen. Mm-hmm. Hè? Of die, het is niet zo dat er helemaal geen mensen meer lachen, maar je ziet wel dat overal een soort alertheid is. Mm. He, dus wij zijn 2,5 week met een aantal collega's op reis geweest. 2.500 kilometer Oekraïne gereisd. En elke schok of harde klap zag ik een schok bij mijn collega. Van oké, wat is dit, hè? Is dit een alarm? Of is dit een... Dus die vorm van alertheid, die vorm van... je kan maar beter voorbereid zijn, die zie je overal. En dat soort verhalen hoor je ook vanuit mensen van kerken die anderen ondersteunen, dat iedereen zijn eigen trauma's heeft. Of het nou je partner is die in de oorlog is. Hmm. Of het een oom is die is overleden en waar je mee praat. Hè? Ook weer een verhaal voor 2 weken geleden nog maar. Dat Maria vertelde dat haar oom in Bachmoed was inmiddels op verlof thuis. Hmm. En hoe hij beschreef hoe je van huis naar huis moet gaan om te kijken of er nog iemand is. En of dat iemand van de... Ja, van de Russische kant, van de Oekraïnse kant. En hoe onvoorstelbaar dat is. Ja. En wat moet je dan doen? En hoe opereer je? Mm. Dus dat zijn verhalen die gaan door die samenleving heen. En dat maakt ontzettend veel impact. Mm. Maar desondanks, overal, een rotsvast geloof. Mm. Wij gaan dit winnen. En dat is natuurlijk wel heel krachtig. Hè? Dat is voor ons ook onvoorstelbaar. Ja. Want je ziet hoeveel vernietiging er is. En... Ik moet dan ook denken aan een lunch die wij hadden bij een priester van een van die kerken. Die samen met zijn dochter, die op bezoek was geweest in Nederland. Dat die zei van nou laten wij een lied zingen met elkaar. Mm. Om de moed erin te houden. Mm. De moed erin te houden dat het mogelijk is om deze oorlog te winnen. Mm. En dat onze soldaten weer thuis zullen komen. Nou, dat maakte toen op mij heel veel indruk. Dat was een lied wat in een uitwisseling tussen Nederlandse en Oekraïnse jongeren ook veel was gezongen. Maar je ziet dus dat ze op allerlei manieren zoeken naar plekjes van hoop. Hmm. Nou ja, als wij die plekjes van hoop maar kunnen steunen, kijk, wie weet doen wij dan iets goeds. He, dat hoop ik maar. En daar kan de huis-aan-huiscollecte aan bijdragen. Dat is mooi dat je dat zo zegt. Hè? Dat de huis-aan-huiscollecte eigenlijk ook plekken van hoop is die wij kunnen bieden. Ja. Dat kan motiveren. Ja. Het brengt me meteen even voor u die dit zo hoort. Hè. Als u nou een vraag hebt hierover, over dat wat er nou gebeurt in Oekraïne, stelt u dan de vraag in de chat. En dan ziet Tineke die vanzelf al binnenkomen en kunnen de vraag ook zo nog even aan Daan doorgeven. Want dat brengt, we zeiden het al, het is teken van hoop om langs de deuren te gaan, ook voor de mensen daar. Ze weten dat we dit gaan doen? Jazeker. Kijk aan. Ja, kijk, dit filmpje heb ik eigenlijk toen het af was, heb ik gedeeld met de organisatie in Oekraïne. En ze waren zeer onder de indruk. Hè? Ook van, ze hebben zelf het filmpje gemaakt, maar ze hadden niet zo die combinatie nog gezien. Dus zij weten dat wij dit gaan doen. Ook mooi. De magazines neem ik mee naar Oekraïne. Ik ga 15 oktober opnieuw die kant op. Ja. Nou, ja. We zullen aan je denken, 15 oktober. Ja. Nou kan ik me voorstellen van, nu ben ik collectant en ik ga langs de deur. En ik bel aan en hebt u wat over voor kinderen in Oekraïne? En iemand vraagt ervan, waar is het precies voor? Hoe kunnen wij onze collectanten helpen? Kun je 2-3 dingen noemen die ze dan zouden kunnen zeggen? Ja, nou ja, wat ik net aangaf, ik zou iets willen aangeven van dat we hun een beetje hoop proberen te geven. En kracht. Ja. Hè? Via onze gift kunnen wij die kinderen ondersteunen, maar kracht geven is mooier misschien. En daarmee ook die kinderen helpen om de oorlog door te komen. Okay. Dat is eigenlijk het motto, hè, van de collecte. Ja. Ja. Maar ook weer perspectief te bieden. Ja. En, je hoopt eigenlijk dat deze oorlog zo snel mogelijk afgelopen is. Maar ook als die afgelopen is, is er nog heel veel om aan te werken.
Dus die kinderen, die wil je weer een veilige plek bieden. Helder. De veilige plek is misschien nog wel het mooiste. Okay. En het meest concreet. Wilt u kinderen ook een veilige plek geven juist, in Oekraïne? Okay. Dat is misschien een mooie. Plek. Dat is misschien een mooie om aan te doen. En dat de en kwam voorbij iets van traumazorg, directe hulp die daarbij zit. Voedselhulp. Prima. Ja. Nou, is goed om dat even te weten. Om daarmee ook de collectanten die u straks ook de bussen gaat uitdelen, om daarbij te helpen. Van, nou, dat zijn de vragen, zo kan dat ook aan de deur voorvallen. Nou kregen wij een vraag. Er zijn natuurlijk in Nederland heel veel Oekraïners. Kunnen die bijvoorbeeld dan ook meehelpen bij een collecte? Is dat raad aan te raden? Waarom niet? Maar ik zou, er zijn veel Oekraïners die opgevangen worden in veel plekken. Maar ik zou het vooral ook doen op het moment dat er al een logisch lijntje is. Hmm. Dus ik zou niet met Oekraïners contact gaan zoeken om ze bij deze collecte te trekken. Maar andersom, als er contact is met Oekraïners, zou dat een mooie manier kunnen zijn. Ja. Misschien zijn er wel bij iets een activiteit van de kerk betrokken. Ja. Of van waaruit ook maar iets georganiseerd wordt door door de plaatselijke kerk. Dus dan is dat een mogelijkheid. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook wel helpt. Hè? Want stel dat je coördinator bent lokaal en je wil het ook nog iets in de lokale media op aanbieden. Dat je ook een stukje voor een lokale krant aanbiedt. Hè? Misschien met een citaat van een van de Oekraïners die lokaal wonen. Die dat ook aanbevelen. Ja, dat kan me zo wel heel goed helpen om zo'n lokale, om een huis-aan-huis collecte ook plaatselijk goed te stimuleren. Ja. Mooi, ja. Ik zag overigens in de collectekracht dat jij ook meedoet, hè? Met de huis-aan-huis collecte. Ja. Ik doe al een paar jaar mee met de huis-aan-huis collecte. Dus. Ja. Nee, het collecteren voor zo'n doel is heel mooi. Hè? Ik vind het ook wel een sport om zoveel mogelijk deuren open te krijgen. En als je dan een deur open hebt, moet je ook mensen nog maar verleiden om te geven. Dus ik ben de afgelopen jaren coördinator geweest en nu doe ik de coördinatie samen met een aantal andere mensen in mijn woonplaats. En het is zowel leuk om zelf te collecteren als ook om anderen te inspireren om dat te doen. Ja. Dus de rol van coördinator is een hele leuke rol. En de kunst is vooral om, elke collectant is verschillend. Er zijn collectanten die vinden 20 huizen al veel, maar zo collectanten die vinden het een sport om er 150 binnen langs te gaan. En ik heb wel betteltjes gehad in mijn collectegroep. Dat er dan eentje zei van, ik heb €250 binnen. Ah, verdorie, dan is er iemand die heeft €260. Jammer dan. Volgend jaar beter. Geweldig. Zo kun je van zo'n onderwerp ook nog iets bijzonders maken. Precies, Tieneke, krijg je vragen binnen via de chat? Ja. En ik heb eerst een vraagje aan jou, Harry. Ja. Iemand vraagt, kan jij jezelf nog even voorstellen? Och, heden. Ja, ik vergeet mezelf. Mijn naam is Harry Fixen. Ik werk voor Kerk in Actie en ben medeverantwoordelijk voor alles wat te maken met fondsenwerving. Dus ook met de huis-aan-huis collecte. Prima. En dan heb ik een vraag die inmiddels door 3 mensen eigenlijk is gesteld. Ze vragen wat ik begrepen had, zouden jullie collectanten leveren voor mijn wijk? Ik heb er lang niet genoeg. Hoe ga ik verder? Kunnen jullie daar een antwoord op geven? Aukje, ik denk dat een mooie vraag voor jou is. Ja, we zijn op het moment nog aan collectanten werven. Dus het kan zijn dat er nog collectanten bij komen. Maar als je zegt van ik wil specifiek voor mijn postcodegebied of mijn wijk, dat daar speciaal voor gebeld wordt, stuur dan even een mailtje of bel ons. Want dan kunnen we daar specifiek extra aandacht aan geven. Zodat daar nog meer gericht gebeld wordt op hopelijk nog meer collectanten. Ja, dus ik zou zeggen van doe even een mailtje naar collecte@kerkinactie.nl. Of het telefoonnummer, die staat ook in alle informatie die u al gekregen hebt. En dan kunnen we gaan kijken of we inderdaad gericht extra collectanten kunnen werven. Dan heb ik nog een vraag die daar een beetje op aanhaakt. Iemand vraagt, ik heb maar 3 collectanten. De andere kan ik niet bereiken of hebben geen tijd. Is het dan toch zinnig om de collecte te houden? Zeker, ja, zeker. Dat is overigens een vraag die vaker gesteld wordt, heel begrijpelijk ook. Want het beeld is er van, ik woon in deze woonplaats, ik heb minstens zoveel collectanten nodig om al die straten te kunnen lopen. Maar wij zeggen gewoon van, weet je, elke straat die gelopen wordt, is er één. Al loopt er 1 collectant. Dat is toch ook heel mooi. En wie weet wordt het volgend jaar meer. We zijn ook aan het opbouwen. We zijn nog niet zo lang bezig. Het is het 4e jaar dat we
de huis-aan-huis-collecte doen in Nederland. Dus we zijn ook aan het opbouwen. Dus ik zou zeggen, ga zeker, al is het maar één collectant, ga ervoor. Ja. Ja. En dan nog een korte vraag. Vraagt iemand, is er een minimale leeftijd voor een collectant? Ja, ja, dus minimaal 16 jaar. Vergunning technisch mag je alleen lopen. Maar je mag natuurlijk, en dat werkt ook vaak heel goed, je eigen kinderen of kleinkinderen meenemen. Het is alleen maar heel gezellig of met z'n tweeën gaan. Maar om alleen te kunnen lopen moet je minimaal 16 jaar oud zijn. Ja. Nou, het is een prachtig verhaal. Ik kon dat thuis net bij ons thuis zien gebeuren, dat een moeder met haar kinderen kwam. En er staat zo'n cameraatje bij mijn deur. En ik kon het precies zien hoe ze dat deed. Aanbellen, kindertjes in het gelid zetten. En dan precies zo. Ik zag mezelf de deur open doen. En inderdaad, een van de kinderen, hebt u nog iets over voor? Ja. Zeg dan maar nee. Ik zeg geen nee hoor. Dus nou ja, mochten die mogelijkheden zijn. Het is een optie. Ja. Tineke, zijn er ook vragen binnengekomen over het verhaal van Daan? Er zijn een paar vragen binnengekomen over het collectefilmpje wat we net gezien hebben. Okay. Iemand vraagt, wordt de video ook tijdens de collecteweek gedeeld op de socials? Ik denk wel dat we dat gaan doen, dat we het misschien in fragmenten gaan uitzenden. Maar in ieder geval is het te vinden op de projectpagina, kerkenactie.nl/Oekraïne. We gaan het ook in de volgende collecte-update delen. En iemand vraagt ook nog, mag ik het in de kerk laten zien? En dan zeggen we eigenlijk alleen ja, graag. Ja. En moeten ze dan van de site afhalen? Is dat downloadable? Wij kunnen je kan het van de site gewoon op YouTube gebruiken. En die link delen we ook in de volgende collecte-update. Prima. Ja. Nou, ja. Van harte aanbevolen dus. Ik zou het zeker ook doen in de plaatselijke gemeente om dit filmpje te draaien. Want we gaan ook nog aan het eind van het jaar, zullen veel gemeenten ook collecteren hiervoor, is het niet? Ja. Ja. Precies. Ja. Dus dat past daar heel goed bij. Ik ben overigens benieuwd naar die eerste vraag. Hoeveel mensen zijn er nou nieuw? Heb je daar een beeld bij gekregen? Aan het begin van de uitzending waren er 20 mensen nieuw. Er zitten nu 43 mensen in de uitzending, ja, dus de helft is nieuw. Dat zijn de helften, hè? Dus nou ja, dan is het wel een hele stap om dit te gaan coördineren. Maar ontzettend fijn dat u het doet. In ieder geval de 23 en natuurlijk de anderen ook die het al vaker gedaan hebben. Zie je nog een opmerkelijke vraag? Iets wat we nu even moeten behandelen en wat belangrijk is? Ik heb ook nog een vraag. Ik denk dat die voor Aukje is. Hoe bepaal je de hoeveelheid materiaal die je gaat bestellen? Stel, iemand heeft 70 adressen. Hoeveel van welk materiaal adviseren jullie dan te bestellen? Dat is een hele goede vraag, begrijpelijk ook. Daar kom ik zo meteen wel even bij en dan ga ik mijn stukje over collectekracht vertellen. En dan komt die vraag vanzelf aan bod. Ja. Dat is mooi. Dat is meteen een mooie brug overigens. Want daar moet men elkaar over hebben, over collectekracht. Hè? Iets wat heel belangrijk is, is ondersteuning voor eigenlijk het functioneren als coördinator, is natuurlijk het programma Collectekracht. Dat is wat ons met elkaar verbindt eigenlijk ook. En zeker voor degenen die nieuw zijn, en misschien ook voor degenen die het al eerder gedaan hebben. Hoe werkt dat? Wat is hier nou echt belangrijk in? Vorige week kwamen er ook heel wat vragen op de coördinatorendag over de inzetting van, zou jij met ons eens even een paar highlights uit Collectekracht willen halen en dat delen met de deelnemers? Zeker, zeker. Collectekracht is inderdaad het online programma wat we hebben. En ik zal er even in vogelvlucht overheen gaan en twee dingen eruit lichten die voornamelijk voor nu van belang zijn in deze fase van de collecte. Ik begin even bij onze coördinatorenpagina. Dat is de webpagina. Die deel ik even. Als het goed is, ziet u die nou in beeld. Die heeft u waarschijnlijk wel eens aangeklikt. Coördinatorenpagina van de huis-aan-huis-collecte. Daar staan wat materialen op, veelgestelde vragen. Je kunt hier doorklikken naar het doel. Daar vind je meer informatie over huis-aan-huis-collecten voor kinderen in Oekraïne. Ook vind je hier de handleiding voor collectekracht, die kun je downloaden. En de rode balk, daar kun je direct inloggen in collectekracht. Je kunt dat doen via je eigen mail die je van ons hebt ontvangen, maar dus ook via deze rode balk. Dus die klik ik nu aan. Ik was al ingelogd, dus ik kom gelijk in de op de pagina van de huis-aan-huis-collecte van Collectekracht. Nou, dan zie je hier bovenaan de verschillende tapjes die dit programma heeft. Mijn collectanten,
mijn gebieden waar u collecteert of coördineert eigenlijk. Mijn bestellingen, daar kom ik zo nog even op. Mijn documenten, er staan wat handige documenten in. Mijn afrekenstaat, die is heel belangrijk voor de opbrengst. Als de opbrengst geteld is en in het programma moet worden ingevoerd. Maar daar krijgt u nog ook over de post begin november meer informatie over. Dus die laat ik hier even liggen. En mijn dashboard. Nou, mijn collectanten en mijn bestellingen, die licht ik er even uit. Dus ik klik eerst mijn collectanten aan. Misschien herkent u wel dat het altijd wel even duurt voordat die verschijnt. Hier is die. Nou, daar staan mijn collectanten in. Ik heb er 4, zoals u ziet. En het kolommetje nieuw, als daar een blauw vinkje aan staat, is die nieuw dit jaar. Dus nieuw, een nieuwe collectant. En ik heb er 2 nog van de jaren daarvoor. Wat heel belangrijk is, is dat u bij aanvang alle collectanten benadert. Of ze nou nieuw zijn of al langer in de lijst staan. Het is belangrijk dat u ze allemaal even belt of mailt. Bellen is meestal handiger, want dan kunt u vragen van, hey, kun je dit jaar weer meelopen en eventueel de afspraken maken over het halen of brengen van de collectebus. Nou, we hier nog even de kolom loopt mee. Dit zijn blauwe vinkjes, die gebruikt u puur voor uw eigen administratie. Dus als u denkt, oh, ik heb die gebeld, deze loopt niet mee dit jaar, dan vink je hem uit. Daar doen wij verder niks mee. Dat is puur voor uzelf een makkelijke handigheidje. Nou, hier is de busopbrengst, die vult u in als de busopbrengst binnen is. Ik laat 1 dingetje zien van de collectanten. Als een collectant zegt, hey, ik wil stoppen, ik kan niet meer meedoen, dan is het van belang dat u die uit deze lijst haalt. En waarom is dat? Omdat we dan een schoon bestand krijgen, zodat wij niet collectanten nog gaan benaderen van, hey, leuk dat je collectant bent, doe je dit jaar weer mee? En dan zegt iemand, ja, ik heb me al lang afgemeld, maar dat weten wij niet. Dus dan weten we ook hoeveel collectanten we eigenlijk daadwerkelijk hebben. Nou, hoe meld je nu een collectant af? Je klikt hem aan, op de naam. En dan staat hier rechtsboven stopzetten, collectenrollen. Als ik die aanklik, verschijnt er een rijtje opzegredenen. Dan kunt u iets aanklikken en vervolgens opslaan. En dan duurt het ongeveer 24 uur voordat deze collectant uit de lijst verdwenen is. Want er gaat even wat overheen in het systeem. Dus als ik hier nu op mijn collectanten klik, dan kunt u zien dat deze collectant er nog steeds in staat. Maar als het goed is, morgen niet meer. Dan licht ik nog even het tabje mijn bestellingen eruit, want in die fase zitten we nu. Iedereen gaat nu zo'n beetje zijn materialen bestellen. Nou, dan heb ik op mijn bestellingen geklikt en dan klik ik op rechtsboven nieuwe bestelling. Dan opent zich een nieuw tabje. En daar ziet u linksbovenaan hoeveel collectanten had ik ook weer. Oh, ik had er 2. Oké, nou, bovenaan staan de adresgegevens. Deze hoeft u alleen in te vullen als u de materialen op een ander adres dan uw eigen wil laten bezorgen. Als u zegt, nee hoor, het kan gewoon prima thuis, dan hoeft u hier niks in te vullen, want dat gebeurt automatisch als u de bestelling opslaat. U hoeft per collectant maar 2 dingen te bestellen. 1 materialenpakket en 1 collectebus. Dus in mijn geval lopen er nu 2 collectanten mee. Dan vul ik hier 2 in. En hier vul ik 2 in. Heb ik nou nog collectebussen thuis staan? Want ik was vorig jaar ook coördinator. Dan kan ik bij de collectebussen, die kan ik op 0 laten staan. En dan bestel ik alleen 2 pakketten materialen. En in die, dat was een vraag van daarnet. Van, hey, wat moet ik eigenlijk allemaal bestellen? In dat materialenpakket zit alles wat 1 collectant nodig heeft. Dus u bestelt per collectant 1 materialenpakket, 1 collectebus. Dat slaat u op, 1 keer op opslaan klikken. En dat duurt altijd even. Als u er per ongeluk nog een keer op klikt, dan heeft u per ongeluk 2 bestellingen gedaan. Maar dat zien wij aan de achterkant wel, dus dat is niet heel erg. Dan komt hij in de lijst mijn bestellingen te staan. En dan kan ik
Als hier, dus, ja, dat is wat gedetailleerder, maar als hier de status op concept staat, kan ik hem nog aanpassen. Als ik denk, hey, ik heb vanavond Pietje gesproken, die wou eigenlijk ook wel meedoen, dan kan ik hier nog het aantal aanpassen en weer opnieuw opslaan. En als de bestelling al verzonden is, geeft ook niks. Bel ons even of mail ons even, er kan altijd nog weer wat worden opgestuurd. Wat ook even een handig weetje is, u krijgt ook een track-and-trace-code als wij het verzenden. Dan krijgt u een track-and-trace-code, zodat u ziet wanneer het bezorgd wordt. Het is niet net als bij bol.com, vandaag bestellen is morgen bezorgd. Bij ons gaat er wat langer overheen. Maar u kunt het dus wel volgen zodra uw pakket met de post wordt meegegeven. Dus dat was eigenlijk even een beetje in het kort over collectekracht. Wat ik nog echt wel zou willen zeggen, sommige mensen die zeker voor het eerst coördineren, die overvalt of die vinden dat allemaal wat te veel. Het overweldigt een beetje en dan zou ik zeggen, bel ons gerust, want we kijken graag even mee. Wij kunnen ook precies zien wat u ziet en dan lopen we het even stap voor stap door en dan helpen we u graag. Ja, want Aukje, als ik het goed begrijp, ben je echt niet de enige die gebeld kan worden. Hè? Daar zit toch een heel team achter? Er zit een heel team, een heel collecteteam achter. Yeah. We hebben ook een groepstelefoonnummer en een groepsmail. Dus er is altijd wel iemand die het kan beantwoorden. Ja, s'avonds laat is dat wat lastig. Dat is wel kantoortijden. Het is kantoortijden, maar is er s'avonds er eentje in de mail, dan is het wel wat spoedig beantwoord. Ja, hè? Ja, okay. Klopt. Nou kan ik me voorstellen dat u thuis ziet zegt, ja, maar ik heb dit eerder gedaan en ik heb al wat tips hierover. Nou, deel die via de chat, hè, want dat was ook het effect van vorige week, de coördinatorendag, die we volgend jaar zeer waarschijnlijk gaan herhalen, misschien wel nog op meerdere plekken, dat moeten we nog even kijken. Maar toen bleek ook wel dat tips die aan elkaar gegeven worden heel waardevol zijn. Dus doe dat ook even, zet ze in de chat als u zegt van, oh, maar wij hebben het zussen zo opgelost. Deel dat met elkaar en dan horen we het zo meteen wel weer. Ik geef het aan Tineke. Tineke, je hebt weer een paar mooie vragen binnengekregen. Zullen we wellicht nog over Oekraïne ook en anders wel over Aukje. Zullen we eerst even naar collectekracht gaan? Ja. Dan komen er misschien zo meteen nog wat vragen over Oekraïne. Iemand die vraagt, ik moet nog een bestelling plaatsen en ik heb slechts één collectant. Hoeveel bussen kan ik misschien extra bestellen? Ja, dat is ook een goede vraag. Als u verwacht dat u misschien nog wel zelf collectanten erbij vraagt, dan kunt u sowieso twee of drie bussen en pakketten materialen meer bestellen. Misschien werven wij ook nog wel. Voor ons is het deze week de laatste week in principe dat er gebeld wordt. Maar u kunt altijd bijvoorbeeld twee extra bestellen. Dat is prima. En daar is nog een vraag. Iemand die vraagt, er hebben zich collectanten aangemeld bij mij in de buurt en in de plaats hier vlakbij. Maar ik zie de collectanten niet bij mijn collectanten staan in de collectkracht. Worden deze collectanten nog aan mij gekoppeld? Oh ja, dat is een goede vraag. Dat zouden we dan even moeten bekijken. Dus deze vraag is denk ik handig om even via de mail te stellen of morgen eventjes te bellen. Want dan kunnen we even precies kijken, misschien staat er ergens een vinkje niet aan of klopt er iets technisch niet. Dus dat is handig om even specifiek te kijken. Dan heb ik ook nog een vraag van iemand, die is al iets eerder gesteld, die vraagt van, hebben de collectanten ook een QR-code op hun collectebus? Ja, zeker. Ja. Je kunt met munt en briefgeld een gift geven, maar ook met de QR-code. Die zit inderdaad ook op de bus, dus die kan gescand worden. En elke collectant krijgt ook een beschrijving hoe dat precies werkt. Dus hoe je zo'n QR-code kunt scannen. En dan is er ook nog een vraag. Ik heb zelf collectanten gezocht in gemeente en vriendenkring. Ik kan hen echter niet toevoegen in collectekracht. Er wordt na het invoeren van de gegevens een foutmelding gegeven. Hoe kan ik dat oplossen? Is dat ook een vraag die ze even persoonlijk moeten mailen? Ja, dat is wel goed. Want dan gaat er blijkbaar ergens even iets mis in het systeem. Dus dat is even heel goed om te mailen of te bellen. Ja. Okay, ja. Dan bekijken we even wat aan de hand is. En dan heb ik ook nog een vraagje over... iemand schrijft, het zou fijn zijn als het filmpje bijvoorbeeld aanstaande zondag al getoond kan worden. Misschien helpt het om wat collectanten te krijgen. Nou, dat is misschien wel een hele goeie. Kunnen we de link zo snel mogelijk sturen? Ik heb hem in de chat gezet, de YouTube-link. Oh, mooi. Hij is ook te vinden op kerkenactie.nl/Oekraïne. Ja. We zetten hem deze week ook op kerkenactie.nl/collectekracht. Ja, dat is de pagina die ik net niet zie. Ja. Dus dan staat hij op meerdere plekken. Ja.
jullie nog tijd voor een vraag? Ik wel. Ja. Oké. Iemand vraagt, dat is misschien een vraag aan jou, Daan. Naar welke concrete doelen gaat het in Oekraïne, waardoor de kinderen gesteund worden? Nou ja, kijk, eigenlijk noemden we al twee concrete doelen. Hè. Dus we noemden al psychosociale hulp, hè, of omgaan met trauma's. Hoe kan je dat doen op een zo goed mogelijke manier? Noodhulp in de zin van voedselhulp. Mm-hmm. Wat ook in Oekraïne, waar we nu veel geld in stoppen, is om kinderen zeg maar goede, veilige plekken te bieden. Hè, dus die kerk waar ik net over vertelde in Kropenolitski, die had dus een plek waar kinderen op een veilige manier kunnen spelen. Met iemand die spelletjes met hun doet. Vaak ook met kinderen uit de buurt. Hè, dus zowel kinderen die uit Oosten gevlucht zijn als met kinderen uit de buurt. Zodat de moeders hè, die dan werk proberen te zoeken, ja, dat ook kunnen doen. Hè. Ja. Dus dan op die manier, dat zijn dus veilige plekken. En daar steken we ook geld in. Daarnaast wordt ook geld besteed aan accommodatie. Hè. Dus om voor mensen die geen onderdak hebben, die dat niet kunnen vinden op de reguliere manier, om die ook op die manier te helpen. Ja. Of soms ook coupons om inkopen te kunnen doen. Hè, dus niet directe voedselpakketten, maar dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze dat kunnen besteden. Dus dat zijn een aantal concrete voorbeelden van dingen waar het geld aan besteed wordt. En dat richt zich met name dus echt op kinderen en gezinnen, hè? Ja, kijk, en eigenlijk misschien nog wel een aardige om erbij te noemen, dat staat denk ik ook in het magazine ergens genoemd, is dat Oekraïne is met name ook een landbouwland. Hè? Ja. Er komt vreselijk veel graan vandaan. En wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan, 2 jaar, komend jaar ook weer, is een aantal kleine boeren ondersteund. Die zaden krijgen en pootgoed. En op die manier in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. Ja. En daar help je zowel de gezinnen mee als ook de kinderen natuurlijk. Hè? Want als daarmee weer een betere... Ja, als de voedsel daarmee weer op peil is, ja, dan kunnen mensen überhaupt ook weer beter vooruit leven. En het welzijn van het hele gezin is daarmee gediend. Dus dat is ook nog een mooie doel om te noemen. Ja. Ik hoop vragen stellen dat het een antwoord is op de gestelde vraag. En ik krijg nog een interessante vraag binnen, want in de collecteweek is het natuurlijk ook verkiezingsdag op 22 november. Iemand vraagt, mag ik ook bij het stembureau collecteren? Ja, nou, dat is inderdaad een vraag die ik meer al gehoord heb. En dat is een goeie. Ja, dat is een hele goeie. Ik heb dat even nagevraagd bij Stichting Collecteplan, waar we bij zitten. En je mag in overleg met het stembureau, als het stembureau het dus goed vindt, de organisatie in jouw woonplaats, dan mag je daar collecteren. We hebben daar geen vergunning voor, want we hebben natuurlijk een vergunning voor huis en huis. Maar in overleg, in goed overleg, is het toegestaan. Ja. Is dat dan, want een plaats heeft verschillende stembureaus. Moet je dat centraal in een plaats aanvragen? Of kan het ene stembureau dan zeggen ja, het andere stembureau nee? Ja, dat is echt aan het stembureau. Oh, okay. Ja. Ja. Okay. Nou, dus dat is goed om te weten dat je dat niet centraal hoeft aan te vragen. Nee, en het is dus ook niet zo dat wij zeggen je hebt toestemming, want dat heb je vergunning technisch niet. Mm. Maar in goed overleg zou het mogelijk kunnen zijn dat je daar wel mag collecteren. Ja. Nou, dan moet je misschien het filmpje maar laten zien. Ja, wie weet. Ja. Hè, toch? Ja. Dus, Nog een vraag aan jou, Harry. Ja. Iemand vraagt, mensen in mijn kerk zeggen, er zijn al zoveel manieren om aan kerk een actie te geven. Waarom is er gekozen voor een huis-aan-huis collecte? Ja, dat vind ik wel een hele goeie. Eigenlijk is dat... Hoe is dat op ons pad gekomen? Dat is feitelijk ontstaan vanuit coronatijd. Hè? Dus heel veel activiteiten konden toen niet doorgaan. En toen viel er een gat in de huis-aan-huis collecte en dachten wij van, hé, dat is mooi. Dat is een gelegenheid die wij hebben om het werk van Kerk en Actie breder onder de aandacht te brengen. En inderdaad zijn er veel manieren om te kunnen geven, maar nu worden ook mensen buiten de kerk gevraagd om een bijdrage te doen. Dat zit niet in de reguliere manieren van gift geven. Nee. En wat wij wel eens terug horen is dat mensen zeggen van, maar als wij dat als collectanten vanuit een lokale kerkelijke gemeente doen, maken we hier ook contact met mensen in onze straten en onze wijken? En zien wij soms ook wat er is of ontstaan er gesprekken? En laat dat misschien zelfs wel iets zien van kerkelijke presentie in de eigen omgeving. Dus ja, daar valt wel wat meer over te zeggen. Maar voor ons was het een unieke gelegenheid.
Want we merken ook wel dat bij een aantal andere goede doelen de huis-aan-huis-collecte wegvalt. En dat heeft te maken vaak met het aantal collectanten en coördinatoren. Ja. En dat is natuurlijk waarom we zo ontzettend blij zijn dat u hier bent en dat er zoveel mensen zich aangemeld hebben. Want ja, dat is voor ons eigenlijk wel uniek. We hebben dit jaar nu meer coördinatoren, zoals het er nu op staat, dan vorig jaar. En zijn we dus ook bijzonder blij dat u er bent. En een vraag aan jou, Aukje. Wat zit er in een materialenpakket? Goeie vraag. Er zit van alles in. Er zit een poster in. Er zit dus een beschrijving in van de QR-code, hoe dat werkt. Collecte flyers, kaarten zijn dat. Dat zijn bedank/niet-thuiskaarten. Dus als iemand geeft, kun je een kaartje geven. Daar staat een product op wat je gratis kunt bestellen. En dat geldt ook voor als iemand niet thuis is, kun je die in de bus doen. Dan kan iemand eventueel iets bestellen. En er staat ook aan de achterkant een QR-code en een bankrekeningnummer op, dat ze alsnog iets kunnen geven, eventueel aan kinderen in Oekraïne. Eens even denken, wat zit er nog meer in? De collectekrant natuurlijk, waar Daan het net al even over had. Dat is een mini-magazine over het doel. Dus daar staat ook van alles in over kinderen in Oekraïne. Nou, dat is even zo'n greep uit de collectematerialen. Ik ben vast nog wat vergeten, maar dat... Dan wordt dat een verrassing. Precies. Zo is het. Ja. Het is ook mooi dat mensen ook tips geven in de chat. Iemand zegt, tip, stuur het filmpje door naar je collectanten. Dat werkt motiverend. Ja. Hele goede tip, ja. En iemand vraagt ook nog aan Daan, aan jou. Worden alleen leden van de kerk geholpen in Oekraïne? Dat is een mooie. Nee hoor, kijk, heel veel van de hulp die geboden wordt, wordt vanuit kerken geboden. Mm. Maar hulp die wij bieden vanuit Kerkenactie is altijd breed. En dat is dus dat er voor alle mensen die er zijn, en sowieso is noodhulp, humanitaire steun is zonder te letten op kerkgeloof of afkomst of wat dan ook. Dus wij ondersteunen mensen in de breedste zin van het woord. Dat betekent dat het dus... over de grenzen van kerkmuren heen gaat. En een aanvullende vraag daarop is... met wie werkt Kerk in Actie samen bij de distributie van de hulp? Nou ja, Kerk in Actie werkt niet aan de distributie van de hulp... want dat doet Kerk in Actie niet zelf. Dat doen de organisaties in Oekraïne zelf. Het is goed om te zeggen dat het geld wat opgehaald wordt... gaat naar de organisaties in Oekraïne... en die doen zelf die distributie. Dus dat betekent dat zij zorgen voor... Nou, weer die kerk in Korpololitski, maar er zijn meer kerken waar ik geweest ben. Daar was een grote kerk op het terrein. En daaromheen waren vier gebouwtjes. Het ene gebouwtje werden pakketten uitgedeeld, hygiënepakketten. In het andere gebouwtje werd kleding uitgedeeld. In de kerkzaal was een gesprek met moeders en kinderen over traumazorg. En in de kelder was een kindveilige plek. Dus die kerk zelf organiseert dat. Dat doen ze in die plek, maar dat doen ze ook op allerlei andere plekken. Dus zij zijn ook verantwoordelijk om de distributie op een goede manier te doen. Dus die pakketten werden ook met naam en adres en mensen kwamen daar langs. Die moesten laten zien dat ze op dat adres wonen en vervolgens kregen ze op basis daarvan de hulp die nodig was. En dan de organisaties. Nou, we werken samen met een aantal grotere humanitaire organisaties, maar ook met een aantal kerkelijke organisaties waar we al jaren, al 10, 12 jaar mee samenwerken in Oekraïne. Die dus veel ervaring hebben, zowel met kerken als met jonge mensen betrekken bij de inzet van die hulp. Zonder aanzien des persoons, ja, dat is mooi. Dat is de mooie term. Ja, en dat geldt altijd voor noodhulp vanuit Kerkenactie. Zeker, zeker. Prachtig. Zeker. Misschien nog even aardig, ik zei net over de grenzen van kerkmuren heen. Er kwam net even over die collecte. Aardig, in mijn woonplaats wordt ook geprobeerd om via de Raad van Kerken ook andere mensen van andere kerken te betrekken bij deze collecte. En op een aantal plekken is dat dus gelukt. Hè? Ja. Dat is ook mensen vanuit een kleine gereformeerde kerk hebben gezegd, nou, wij willen ook wel mee collecteren. Of je gaat het in de plaatselijke krant zetten. Ja. Dus het hoeft niet alleen mensen vanuit de protestantse kerk te zijn die zich hiervoor inzetten. Dus wat Harry net zei, het is bedoeld huis aan huis, dus je betrekt iedereen bij deze collecte, maar ook de collectanten kunnen breed uit een breed palet komen. En dat maakt deze collecte, denk ik, ook heel interessant. En mijn ervaring is, want ik heb verschillende andere collectes in de afgelopen jaren ook gedaan, is dat het publiek bij de
bij de huis-aan-huis-collecte ja, potentieel veel breder is. Ook gezinnen met kinderen, hè, jongere mensen soms ook. Een stuk jonger dan dat ik zelf ben, die je ook mee collecteren. Dus dat is heel mooi. Het is, ja. Dat heb je mooi gezegd, ja. Aan. Echt, ja, ik zou bijna zelf nu ook meteen willen collecteren. Nou, dat moet je dan doen. Ja, meteen. Precies. Prachtig. Ja. Ja. Wat bij, ik zag ergens dat coördinatoren ook wel chat... WhatsApp-groepen maken met hun collectanten. Ja, dat doe ik ook. Ja. Ja, ja. Dat is wel een aanrader, hè? Ja, nou, ik heb alle collectanten heb ik op de app. Ja. Zodat ik ook... ik stuur ze dat filmpje via de app ook. Ik check af en toe met ze van, oké, hoe gaat het? Ja. He, je kan even snel de straat uitwisselen. Als ze een probleem hebben, kunnen ze zo'n appje sturen. Dus ik doe ze allemaal individueel in WhatsApp. Ja. Dus ik heb ervoor gekozen om geen groepsapp. Want dan is altijd de vraag, wie gaat daar wel en niet wat inzetten? En wat doe je wel en niet daarin? Dus, maar via WhatsApp werkt dat eigenlijk heel prettig. Dat ik vraag het wel, want er zijn... Vorig jaar waren er ook twee collectanten die zeiden... ik ben niet zo van die WhatsApp, ik wil liever telefonisch benaderd worden... en per mail doen. Nou, dat is ook prima. Hè? Ja. Dus niet iedereen is daar even vaardig in of wil dat. Nee. Ja. Hoorde ik jou vorige week toen zeggen van... ik ben blij dat ik als coördinator ook een hulp naast me heb. Dat je het niet alleen doet. Ja. Ja, dat is wel zo. Ja. Dus is dat ook een beetje een tip voor... Ja, ik denk dat het heel goed is. Hè. Ik denk dat het heel goed is om, als je coördinator bent... of je nou een grote of een kleine wijk hebt... of 10 of 20 of 30 of 40 of 5 collectanten... dat je samen met iemand anders doet. Want dan kan je ook... Ja, dan kan je misschien ook meer mensen erbij vinden... of kan je ook een beetje de taken verdelen. En in de plek waar ik woon hebben we het nu zo verdeeld... dat twee anderen, die zijn verantwoordelijk voor alle dingen met collectekracht, wat best veel werk is om dat dan te doen, hè, op een goede manier. En ik zorg dat ik alle collectanten benader. En als de collectanten benaderd zijn, dan gaan ze bij de andere coördinator langs om daar de bussen op te halen. En met elkaar organiseren we de telavond. Geweldig. En ik zorg dan voor de appelgebak. Ja, kijk, weer de tip. Appelgebak is een hele gouden tip. Nou, echt, appelgebak voor de collectanten na afloop. Gouden tips hier. Ja, dat is leuk. Ja. Tineke, heb jij een gouden tips? Iemand vraagt nog, die vraag is misschien wel voor jou, Harry. Iemand krijgt soms een opmerking, ik denk dat dat vorig jaar is geweest bij de collecte, dat men het er niet mee eens is dat er gratis een cd zou worden aangeboden. Dat zou afgaan van het doel. Hoe zit dat? Hmm. En iemand anders vraagt welk bedankje is er voor de gevers. En dat gaat denk ik over de Niet Thuis flyer die we meesturen met collecten. Ja, wij hebben geen cd's meer. Nou, misschien is dat ter geruststelling, maar dat doen we niet meer. Dit jaar hebben we wel, mensen kunnen nog wel in de Niet Thuis kaart, of sowieso een kaart die aangegeven wordt, zit er een QR-code. Kunnen alsnog mensen die niet hebben kunnen geven, krijgen de kans om wat om te geven. Gelijktijdig hebben we nu iets anders, een raamsticker die besteld kan worden. En dat gaat helemaal over kerst. En daar zit in de kerstsfeer, nou wie wil dat nou niet hebben. Dus mensen kunnen dat gewoon bestellen. En dat zit kostentechnisch natuurlijk een stuk lager dan een cd. Maar het is wel een mooie geste waarbij je met elkaar toch het goede van kerst wenst eigenlijk. Dus dat zit op de flyer die in de bussen gaat en als bedankje ook. Nou. Dan hebben we het zeg maar even opgeschaald in mooiheid en afgeschaald in waarde. Dus nou, dat. Ik hoop dat dat een antwoord is. Aukje, iemand vraagt ook nog even, wat is de deadline tot wanneer ik materialen kan bestellen? Weet jij dat? Ja, goede vraag. Ja? 14 oktober. Dat is de officiële deadline. Mocht je denken van, oh help, maar ik moet daarna nog of ik kan daarna nog collectant werven... Er is natuurlijk wel wat uitloop. We kunnen altijd nog wat, nog iets langer door. En kun je ook aangeven, als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, van ik wil na die datum mijn bestelling ontvangen? Ja. Oké. Okay. Ja, dat kan dan het best even persoonlijk mailen of bellen. Dan, wat je ook kunt doen, is inderdaad een beetje afhankelijk van de vakantie, natuurlijk even plannen van wanneer je de bestelling plaatst. Zodat je weet van nou, het duurt even voordat die natuurlijk op de stoep staat. Dus als je... weet van, oh ja, dan kom ik ongeveer thuis. Nou ja, dat je het even berekent. En anders bel of mail gerust. Daar komen we wel uit. Dat kunnen we aangeven, ja. Iemand vraagt nog even, moet je per se met de collectant erbij de bus tellen? Hmm. Ja, dat is, je moet altijd met twee personen de bus tellen. Dat is nou een keer zoals het werkt, zeg maar. Dat is het meest veilige. De regels van Stichting Collecteplan... stellen dat op. En het is, je moet het met twee personen doen, maar het is eigenlijk natuurlijk het leukst ook om het met de collectant te doen.
Omdat de collectant dan direct weet hoeveel die heeft opgebracht. En het is ook leuk, hij kan even zijn verhaal kwijt. Je kunt even horen wat de ervaringen zijn. Het blijkt ook vaak een heel leuk contactmoment te zijn. Ja, want de vraagsteller heeft 26 collectanten en verwacht anders een lange rij. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die een telavond organiseren. Klopt. Wat je de bus kunt inleveren, ja. Toch? Ja, ja, dat klopt. Nou, ja. Ik denk dat Daan dat... precies. Nee, maar dus de lange rij, dat klopt natuurlijk. Maar op het moment dat je zegt, ik doe altijd vast een avond of een middag, dan zeg ik tussen 7 en 10... kunnen mensen langskomen en de praktijk wijst uit dat die mensen bijna nooit zich allemaal tegelijkertijd melden. Dus dan staat de koffie klaar, staat de appelgebak klaar. Kijk. En dan vervolgens vorig jaar had ik 2 grote tafels en dan kunnen mensen aanzitten, kunnen ze gaan tellen. Ik ben voor de check en het meetellen. Hè, dus ze beginnen alvast het op de neer te leggen, in groepjes te... En dan kan je eigenlijk redelijk snel, die 26 mensen, kan je dan bedienen. Ja. Ja, en sommige mensen die doen het ook wel eens in de kerk. Dan reserveren ze een avond in de kerk of ergens anders dat je wat meer ruimte hebt. Zeker als je meer collectanten hebt, kan dat ook handig zijn. Iemand van de diaconie die misschien mee wil helpen tellen, dat kan ook. Ja. Dat mag ook. Ja, zeker. Het gaat gewoon een beetje om het 4-ogen-principe dat je niet in je eentje het geld telt. Dat is het punt, hè? Ja. Ja. Ook voor transparantie en dat soort zaken. Ja, dat snap ik al. Ja. Okay. Dan heb ik ook nog een vraag over het eventueel online collecteren. Iemand vraagt, kun je ook een persoonlijke doneerpagina maken in Facebook of op je website of andere social media? Ja, de digitale collecte, wat wordt daarmee bedoeld? Ja, daar hebben we denk ik eigenlijk de digitale collecte voor. Precies, die hebben wij. Je kan gewoon je bus toch delen. Je kan gewoon, als je je online collectebus hebt, dan kan je die gewoon op LinkedIn of Facebook gewoon delen. Ja. Volgens mij. Dat is het. Ik denk dat de vraag is. De vraag bedoelt. Ja. Ja. Hoe je, want dan deel je in feite die collectebus en dan kunnen mensen via die link geven. Ja, en dat is ook wel een goed idee, omdat in je, als het filmpje in je lokale gemeente laat zien en niet iedereen kan meedoen, hier kan iedereen aan meedoen en in zijn eigen netwerk delen via alle kanalen die je zelf maar hebt. Nou als je dit filmpje ziet, wil je dat wel delen, lijkt me zo. Ja. Er komen nu een paar vragen tegelijk binnen. Het gaat over de geldtelling. Kun je dan ook zien wat de QR-score aangifte is? Nee, dat is een algemene QR-code, dus daar komt alles op 1 QR-code binnen. Ja, maar dat is wel goed. De vraag is niet nieuw en er komt best binnen. En we hebben hem overwogen, maar er was een reden waarom we dat niet doen. Ja, het is toch... we overwegen hem steeds. Kijk, we hebben nu eerst de basis neergezet van de collecte. En we zijn nu aan het onderzoeken qua logistiek en kosten... of het haalbaar is om toch een persoonlijke QR-code per collectant... uit te delen. En we willen natuurlijk zo scherp mogelijk zitten en zo weinig kosten kwijt zijn. Dus dat zijn we aan het onderzoeken. Of dat misschien volgend jaar een optie kan zijn. Ja, er zit een organisatorische kant en zeker ook een kostenkant aan. Ja. En het zou jammer zijn als je dat zo doet omwille van het feit dat je in kunt zien hoeveel je opgebracht hebt. Hoe mooi dat is en hoe stimulerend ook, zijn de kosten best wel hoog. Ja, klopt. Dus dat is wel goed om te weten dat dat niet zomaar iets is. Ja. Dus daar wordt over nagedacht en daar zijn tot op heden keuzes in gemaakt als deze. Ja. Of dat volgend jaar anders wordt, dat moet maar weer kijken. Dat zijn de lessen die we leren na afloop, hè? Ja, okay. Precies. Goed. Iemand vraagt nog, waar vind ik de informatie over de digitale collectebus? Ik heb dat er even onder gezet. Die kun je vinden op kijkenactie.digicollect.nl. Mm-hmm. En wij gaan daar ook nog wat over zeggen in de collecte-updates. Ja. Mooi. Ik zie dat we er bijna zijn, Tineke. Heb je nog een uitsmijter? Ja, zeker. Ja? Ja, de uitsmijter. Ja. Daar wou ik net naar vragen. Dat gaat over na de collecte. Wanneer moet je het materiaal weer terugsturen en hoe doe je dat? Ja, dat is een goeie. Als het je kan en het lukt, dan kun je de bussen thuis bewaren. Misschien op zolder of in de garage of misschien in de kerk in een zaaltje. Nou, mocht dat niet mogelijk zijn... dan kun je ze kosteloos terugsturen en dat wordt nog gecommuniceerd hoe je dat het best kunt doen en welk adres dat is. Ja, antwoordnummer. Mooi. Ja. Dat was het, Tineke. Ja. Wat fijn dat er zoveel berichten binnengekomen zijn. Ja, en we zitten nog steeds op 23 mensen die voor het eerst zijn ongeveer. Ja, mooi. Ja. Prachtig. Zo komen we aan het eind van deze webinar. En mocht het nou zo zijn dat er vanavond ineens toch een vraag oppopt, zo van had ik die nou maar gesteld, dat kan gewoon. En dat moet dan gewoon naar het e-mailadres. Collecte@
collecte@kerkenactie.nl. collecte@kerkenactie.nl. Nou, schrijf even op. Alle vragen moeten gesteld. Dat is echt de doelstelling voor deze webinars. U moet niet bij de vraag blijven zitten. Zit hij er toch? Is hij er toch? Er is een heel team wat u te woord kan staan hier. En de e-mail is ook toegankelijk. Nou, we willen er graag voor u zijn. U wilt er ook zijn voor de mensen in de Oekraïne, waar we het eigenlijk met elkaar voor doen. Daan, bedankt voor je toelichting en voor je inspirerende tips. Dank je wel. Ja, elke collectant telt, hè? Dus dat is belangrijk. Absoluut. Ja, dat gaat zeker. Ja. Tiedeke, dank je wel voor het rechtstreeks contact. Aukje, techniek, bedankt. U hartelijk dank voor het luisteren, voor het meedoen. Ik wens u nog een hele fijne avond. Succes met de voorbereidingen. En we hopen op een prachtige opbrengst totaal van de huis en huis collecte. En u hoort van ons binnenkort. Goedenavond. Goedenavond. Tot ziens.